Goedendag, dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Break School. Want wij gaan school breken. Yeah! Yeah! En jongens, dit is de eerste aflevering na de vakantie. We zijn al lang terug van vakantie, maar dit is de eerste aflevering na de vakantie. Zijn een klein dingetje vergeten sinds de vorige keer. Ik ben ook op vakantie geweest. Yay! Yay. Waar naartoe? Naar, ik ben in Zeeland geweest in Limburg. Oké. Okay. Yeah! Yeah. Maar jongens, wat ik dus wil vertellen, we hebben een klein probleempje. Ja. Wij zijn namelijk vanaf nu wanbetalers. En ja... Ik betaal niet voor een muur, Daniel. en de huurwaarders hebben onze caravan weer afgenomen. We zijn serieus vergeten om onze caravan qua huur te verhogen. Wij zijn hele slimme mensen. Ja, we zijn vergeten dat een caravan natuurlijk huur kost als je hem gaat huren. Ja, best wel, ja. Ja, in ieder geval jongens, dus moeten wij vandaag weer heel mooi alle gems weer terugkrijgen om een nieuwe caravan te kopen. Hey. Nu is dat geen enkel probleem, want ik heb nog natuurlijk op een papiertje opgeschreven wat de mensen allemaal nodig hadden. Oeh. En als we die gewoon bij elkaar gaan halen, dan is er helemaal geen enkel probleem. Ik hoop alleen dat ze nog wel hetzelfde aantal geven en dat ze niet met beloning verminderd zijn. Hoe kan je level uppen? Level uppen? Rank uppen bedoel je? Ja, rank up. Nou, slash rank up. Oh mijn god, ik ga volgens mij rank uppen. Jij gaat rank uppen. Rank uppen. Oké, dat is leuk, je gaat rank uppen. Rank A. Ik heb nog geen geld om rank up te gaan, maar dat maakt niet uit. Wow, ik kan nog een keer als ik wil. Niet doen, Bart, nog niet doen. Ik kan nog een keer. Nog niet doen. Nee, is goed. Maar jij bent rank 1 nu. Ja. Oké. Okay. In ieder geval, wat wij vandaag nog gaan doen verder, is dus ons huis terugkrijgen. Hoeveel gems heb jij, Bart? 33. Ik heb er 88. En een huis kost 100. Dus, laten we bij het begin beginnen. En dat is, 3 kills. Ik dacht het niet. Nee. Bij 2 ladders voor Bob de Bouwer. Yay. Dus laten wij 2 ladders gaan maken voor Bob de Bouwer. Wat is dit? Music class, het zal allemaal wel. Laten we hout gaan zoeken. Daar houd ik wel van. Ja, ik houd daar ook wel van. Ja. Oké, slechte humor is ook weer gebeurd. Ja, geweldig. Even kijken. Wow, ik ben bij filmklas. Oké, als je hout vindt, dan is dat heel goed. Hoi, ik heb hout gevonden. Waar heb jij hout? Ik heb ook hout gevonden. Kom naar rank E. Ik heb heel veel hout gevonden hier. Oh ja, jij bent al bij rank E, hè? Ja. Ik kan nog niet in rank E. Nee, maar... Oh, kan je daar nog niet in? Nee, ik ben nog geen rank E. Maar dat kunnen daar kunnen we wel voor zorgen. Dus dat is geen probleem. Maar ik heb namelijk hier heel veel hout gevonden. Ja, ik heb ook hout trouwens. Maar als jij gewoon eventjes 4 ladders maakt... Dan ga ik ondertussen op weg naar rank E. Nou, dat is het probleem. Het zit een beetje vast in de vloer en aan de muren. Oh. Ik krijg het niet los. Ga dan naar mijn, waar hout in zit. Oh, ja, dat kan ook. Even kijken. Wow, ik kan hier kwarts hakken. Oh, dat is op zich wel leuk. Maar daar kan je geen trapjes van maken, zover ik Minecraft ken. Jawel, volgens mij wel. Nee, maar niet ladders. Nee, daar kan je geen ladders mee maken. Dat wil ik nog best wel geloven. Over het algemeen kan je van hout alleen ladders maken. Ja. Zover ik bekend ben met Minecraft. In normaal Minecraft, ja. Ja. In andere Minecraft kan het met touwen, met alle andere stuff wat je allemaal niet kent. Maar dat maakt niet uit. Nee, want jij doet zeker die nieuwe serie. Welke nieuwe serie? Jij doet toch zo'n Minecraft serie met mods? Ja. Maar dat gaat gewoon niet echt helemaal vlekkeloos. Nee? Het is dan namelijk een Get Wrecked Edition, dus... I Get Wrecked. Ah ja. Leuk. Nou, of dat leuk is, dat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Ik zoek hout. Jongens, ik zoek hout. Nou ja, ik heb mijn inventory vol, dus... Hoeveel geld kan ik bij u krijgen, meneer? Oh, sorry that you can't PvP here. Dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon mijn stuff verkopen. Nou, ik vind het niet leuk dat je zo met mensen gaat staan. Mag ik mijn stuff verkopen, meneer? Jongens, ik kan hout kunnen hakken. Lekt de server een beetje, of... Ik heb helemaal nergens last van. Oké, want ik kan mijn spullen niet verkopen. Oh. Kom op! Meneer! Meneer! Ik sta hier, hallo? Deze meneer heeft geen zin in mij. Nee, snap ik. Dan ga ik er naar voren. Nee, Bart, je moet niet elke keer die kant op gaan.
Maar dus twee labbers hebben we nodig. En vier labbers hebben we nodig. Twee per persoon. Ja. Daarbij kan ik hem ook niet. Deze meneer wil ook niet van mij iets hebben. Hé hey Bart, hi Daniel. Doe eens een goed woordje tegen, voor mij tegen die meneer. Want die meneer die wil mij niks laten verkopen. Meneer, laat jij eens even dingen verkopen. Hij zegt niks. Nope. Hey, wil je vechten of zo? Misschien moet ik ook een nieuwe in, dat kan ook. Even kijken. De jailbreak server, waar is die? Die is hier. Oké, dan gaan we natuurlijk weer in server 8. Oud gevonden. Moet ik met deze meneer praten? Maar als jij dan even vier landers maakt, dan verkoop ik even de boel hier. Jo. En misschien dat ik dan ook in rank 1 kom. Dat zou wel leuk zijn, als we dan alle twee zeg maar dezelfde rank zijn. Ja, best wel, ja. Oké. Hey Bart. Hi Bart. Ik heb een workbench nodig. Oh, dat kan je bij hout krijgen. Nou, dat wist ik niet. Deze meneer wil echt voor mij niks verkopen. Maar heb je dan wel dingen dat je bij hem kan verkopen? Ja, ijzer en dat soort dingen. Ja, ijzer en dat soort dingen, ja. Ja, tuurlijk. Ja, alles wat ik hier heb gemijnd. Deze meneer zegt gewoon, nee, fuck jou. Zeg je dat letterlijk? Ja, nou, soort van, ja. Of ik negeer jou. Kom op! Probeer jij dit eens te verkopen, Bart. Gewoon dit. Verkoop dit eens. Klik eens op die meneer en kijk eens of je geld krijgt. Krijg je geld? Je bent lelijk. Nee, ik kan dat niet verkopen. En dan krijgen wij dus geen geld. Van die mensen. Oké, misschien is het een bug in de server of zoiets. Nou, maar misschien kan je dit gewoon niet verkopen. Ja, verkoop dit dan eens. Ja, maar dat kan je ook niet verkopen. Bij. Dit dan. Steen. Dat kan je wel verkopen. Wat heb jij? Ja, en elke andere ook. Ja, maar het zijn zeslingen, hè? Oh ja. Dus... Hij heeft er geen zin in vandaag. Nee, ik kijk ook naar zijn gezicht. Weet heel gek dat hij geen zin in heeft. Zo van... Maar oké. Dat is geen enkel probleem. In ieder geval heb jij die... Oh, ik zie het al in de chat. Volgens mij heeft iedereen er last van. Oké. Dat is dan moeilijk voor inkopen. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, heb jij die vier ladders? Ja, ik heb er 9. Oh, mag ik dan 2 ladders? Nee, dat zijn mijn ladders. Bart, ik geef je daar 60 iron voor. Oh ja, daar doe ik het voor. Oké. Dan krijg je 2 ladders ervoor terug. Goeie deal. Nou, ik krijg de gems mee en die zijn op zich meer waard. Oh ja. Oké, in ieder geval, dan gaan we naar Bob de Bouwer. Oh ja, waar is Bob de Bouwer eigenlijk? Bob de Bouwer die zat volgens mij hierachter ergens. In dat jongenstoilet. Maar waar dat precies is, weet ik niet meer. Moet die man nou altijd naar de wc of zo? Nee, daar is de ladder kapot. Ik weet niet waarom je een ladder hebt in een wc überhaupt. Jongens, Bob de Bouwer, je bent volgens mij op de verkeerde plek in de ladder aan het repareren. Waarschijnlijk hebben ze gewoon die ladder daar kapot gemaakt omdat het nodig was. Omdat ze dachten van, wij hebben hier geen ladder nodig. Gevonden! Oh, ik ga naar de meisjes wc, dat is iets anders. Hey Daniel, daar hoor je niet. Nee, dat is John Cena. Oh ja. Ik wil hem accepteren. Oh, dat kan. Klik to accept. Ik ben eruit gegooid omdat ik spende. Even kijken, wat krijgen we ervoor? Ik ben eruit gegooid omdat ik spende. Goed bezig. There is no reward for this quest. Hey, Bob de Bouwer! Ik kan er niet in. Dat gaat goed. Bob de Bouwer! Hey, geef mij mijn ladders terug. Lukt het Bart of? Nee, ik kom er niet meer in. Je komt er niet meer in. De connection loss, hè? omdat ik te veel op accept heb gedrukt, had ik nu niet er meer in. En voor hoe lang? Ja, dat weet ik dus niet. Dat wordt er niet gezegd. Goed bezig, Bart. Yeah. De server is broken. Ja. Yeah. De server heeft wat. Yay! Yay, dit is de beste episode van Prank School. Waar wij de server hebben gebroken. Ik ben gekickt, de server is gebroken. En die mensen willen ons niet verkopen. En de mensen willen ons niet. Jongens, dit is echt de beste
aflevering ooit. Deze moet je ook gewoon uploaden, Daniel. Dat komt zeker voor elkaar. Geweldig dit. Jongens, ik denk dat dan dit voor nu het einde van de aflevering is. Bart is gekikt. De verkopers vinden mij niet meer aardig. Bob de Bouwer heeft ladders van mij gestolen. Ja. Het kan niet meer stuk. Welkom weer terug bij... Nou, volgens mij is school ons aan het kapot maken. Volgens mij hebben we de server gebroken. Verrek. Jongens. Dan valt voor mij nog maar één zeggen. Dit is kijkje en duimpje omhoog. Helpt u mij mee? Helpt u nou mee? Bob de Bouwer heeft mijn ladders gestolen. Jongens, ga naar de site van deze mensen en zeg... Bart is een goed persoon, laat hem weer op 8. En kijk eens, dan valt er voor mij nog maar één ding te vragen. Dat is Bart, ik heb nog wat te zeggen. Ik hou van wafels. Wie niet? Ik heb best wel wat mensen die er niet van houden. Ah, oké. Okay. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Dat is Bob de Bouwer, geef mijn ladders terug. Bye bye. Doei!